Frans, we staan hier op de kruising van de Zuiderzeestraatweg en de Veluwelaan. Er zou 7 jaar geleden was er al sprake van dat hier een rotonde zou komen. 7 jaar is er niets gebeurd. En nou, als we hier langs rijden, denken we, wat gebeurt hier allemaal? Volgens mij kun jij dat haarfijn uitleggen. Ja, daar kan ik zeker iets over zeggen. Wij zijn destijds in 2010 hebben we een plan ontwikkeld om zeg maar, ook de infrastructuur in Wezep wat vorm te geven. Zeg maar, de hoofdwegennet te bepalen. Daar hoorde de Veluwelaan bij, de Zuiderzeestraatweg richting Hattemerbroek. En zoals je weet is dit eerste stuk is wat wij noemen dat gedownsized. Terug naar 30 km per uur. En er zou op markante punten zijn dan aanpassing aan de kruispunt nodig. Nou, de plan was inderdaad in 2010 om hier een rotonde aan te leggen. Dat was toen misschien wat te ambitieus. Maar ja, we zijn er 7 jaar later. Hè? En soms na 7 jaar komen de goede dingen. Nou, en het is nu 2017. We zijn 7 jaar verder. Maar goed, we hadden het liever eerder gehad. Ja, want er is een hele kwestie vooraf geweest, hè, van hoe en wat en waar. Is het nog protest geweest van de omwonenden of is alles heel gladjes verlopen? Niet altijd verloopt alles gladjes en dat is ook terecht, want je gaat ingrijpen in de omgeving. Dat betekent dus ook dat een aantal mensen in een directe omgeving hebben daarop gereageerd. Daar zijn contacten mee geweest, er zijn afspraken mee gemaakt, sommige nog heel recent. Om te zorgen dat dit voor elkaar kan komen. Wat gaat hier nu precies gebeuren? We gaan het kruispunt wat hier ligt, hier achter ligt, dat gaan we ombouwen naar een rotonde. En dat betekent dat we dus ingrijpen in de structuur van de Zuiderzeestraatweg, de Veluwelaan en de Gebrandistraat. Nou, het is wel zo, je gaat ingrijpen in de bestaande situatie en dan heb je ook bijvoorbeeld te maken met de ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen, zoals wij dat noemen. Nou, die liggen hier en die bedrijven willen liever niet onder asfalt liggen. De rotonde wordt in asfalt uitgevoerd, dat is meest sterk. Dus daar moet er wat mee gebeuren. Je kunt ook niet zeggen van, hey, dit is zo'n mooi werk, we gooien 4 weken een heleboel dicht en dan gaan we aan het werk. En dan zijn ook mensen die hier wonen, ondernemers die wonen, die zijn daar niet blij mee. Dus moet je het werk faseren en daar zijn we nu mee bezig. We hebben wel besloten om de Gebrandistraat wat langer dicht te laten. Daar moet ook het meeste werk voor de nusbedrijven plaatsvinden. En u kunt zien dat ze daar nu bezig zijn. En zo gaan we stapsgewijs verder. En dan als dat komende week, dus niet deze week, maar de week erop, dan zal zeg maar, de straat het kruispunt dicht zijn. Maar door de aannemer zeg maar, in de afgesloten ruimte zonder verkeer zijn werk kan doen. En dan kan hij ook sneller werken. Je kunt je voorstellen als al die machines hier staan te draaien en de fietsen langs en de bromfiets en de auto. Nou, dus dat is 1 week en daarna is die weer open, dan kan het verkeer langs en daarna is die nog een keer even dicht of voor de afwerking. Ja, want hoe lang, wanneer is het klaar? Wanneer moet het klaar zijn? Wij hebben de tijd genomen tot eind november. Hij zal wel eerder bereikbaar zijn. Maar dat heeft ook te maken met het werk wat de nussenbedrijven moeten doen. Die moeten zeg maar, aan de Gebrandistraat bezig zijn, die moeten hier bezig zijn, die moeten aan de Veluwelaan nog bezig zijn. En dat proberen we tegelijkertijd mee te pakken, maar dat duurt wel wat langer. Maar hij is eerder open, hij is niet... En waarom een rotonde? Werken de drempels niet echt? Nou, we hebben al een aantal jaren mensen gehoord die zeiden van, wij vinden het daar niet veilig. En ik weet niet of je de situatie nog kent, als je het Hattemerbroek komt fietsen, dan houdt het fietspad daarop. Ja. Destijds hebben we dat zo gedaan. We dachten van, nou weet je wat, we gaan toch een rotonde aanleggen. Maar het is zo gebleven. En dat zorgt voor onveiligheid. En bovendien moest je, als je van de Veluwelaan komt, moest je de bult op. Als je dan met kleine kinderen op de fiets naar school gaat. Het overzicht was niet altijd even goed. Als we komen vanaf de rotonde bij zeg maar, het middelpunt, Willem de Zwijger rotonde noemen die. En je kijkt dan richting, noem maar even Dorpskerk in Wezep, dan is eigenlijk 1 lang lint. En zo is het vroeger aangelegd. Hè? Dus langs de lintbebouwing is die weg aangelegd. Wat we merken is dat mensen dan ook vaak denken, dat is de hoofdroute. En dat merken we bij deze kruising bijvoorbeeld. Dat sommige mensen denken, er staat een bord 30, je kunt het niet missen. Maar misschien denken sommige mensen, er mogen niet meer dan 30 in. Maar die verminderen niet hun snelheid. Dus feiten moet je het onderbreken. En met een rotonde, dat is dan nog een hele elegante vorm dat te doen, omdat je dan zeg maar geen groot kruispunt krijgt met afslagstroken of met verkeerslichten. Maar je krijgt een vrij compacte kruising met voldoende capaciteit, die ook nog iets groens in zich kan hebben in het Midden-Eiland en ja, wat beter kunt inpassen in de omgeving. Maar wel zorg dat zeg maar, op dit punt waar je het wilt hebben,
het verkeer is zo gedreigd zoals je het zo graag zou willen hebben. Ja, dan staan we hier op een andere punt, de Veluwelaan. Het is net als de wilde zwijnen hier gevroet hebben. Maar... En ik zie aan de overkant twee lantaarnpalen staan. Ja. Nou, even over het vroeten. Ja. Dat geen wilde zwijnen, maar een vrees. Het gaat, we gaan dus hier de weg wat aanpassen en verleggen. En om zeg maar die grond moet er dus af. En om dat goed te kunnen doen, vrees het van tevoren zodat je het goed af kunt schrapen. Anders krijg je zoden in je af te voeren grond. En degene die je ontvangt vindt dat niet prettig. En dit is beter, ik noem het er even verteerbaar, maar ook te hanteren. Ja. Zeg maar. Het voetpad blijft daar, maar in feite gaat de Veluwelaan iets en zo een slag maken, ja, om hier aan te sluiten op de rotonde. En het fietspad komt er dan? De strook die er nu is, ja, die nemen we zo mee straks met de uitbuiging en die wordt gewoon naast het asfalt gelegd. En dat is je fietspad. Dus de fietsers even aan wennen dat ze met een knikje moeten... Ja, nou ja, het is heel soepel hoor. We maken zo soepel mogelijk. Dus ja. Omdat zeg maar, de hele inrichting verandert, moet ook de lantaarnpalen verplaatst worden. En daar hebben we voor gekozen om nu vast wat lantaarnpalen op een andere plek neer te zetten. Zodat zeg maar, het terrein altijd ook verlicht blijft. Je kunt ze weghalen, dan is het heel donker. Moet je misschien noodverlichting plaatsen. We hebben ervoor gekozen om de lichtmasten alvast op de... zo goed mogelijk op de juiste plek te zetten, zodat ze blijven branden. En dan is dat klaar? Dan is dat klaar. Het kan zijn dat je straks moet zeggen, goh, je moet een halve meter om, dat zou kunnen, dat kan allemaal. Dat voor jullie weinig moeite als ik zo. Ja, en het hout om de bomen heen? Ja, omdat je gaat werken in de omgeving van bomen, loop je de kans op beschadigingen. Vooral bij de machine, dat gebeurt dan niet met opzet, maar dat kan maar gebeuren. Je rijdt een eindje achteruit of je zwaait met de giet van de kraan. Daarom schrijven we voor dat bomen beschermd moeten worden. Door middel van een houten frame.